Welkom bij de derde Jeugdjournaal Studio EK. Vandaag zijn we op de Montessori School boven het IJ in Amsterdam. Yay! Jullie hebben allemaal de wedstrijd gezien, hè? Ja! Hoe was hij? Ja, ik vond het wel leuk en hij was ook heel goed. Ik vond het een spannende wedstrijd wel en ja, ik had er gewoon wel van genoten. En bij mij aan tafel de grootste Oranje fans van groep 7-8. Sterre, ja. Mees, ja. Edi. Ja. Welkom. Hoe hebben jullie de wedstrijd van gisteravond beleefd? Die 3 goals vond ik wel echt heel mooi. 3-0, wat Frenkie de Jong ook in zijn interview zei, is prima. We wisten natuurlijk al. Dat ze door waren. Ja, maar het is natuurlijk wel fijn dat ze alsnog hebben gewonnen. Dat is gewoon een extra... Een afsluiter. Een punt. En het is ook een afsluiter, ja. Het ging 2 keer bijna mis. Dan is het een goal voor Noord-Macedonië. Dit is buitenspel. Is goed klaargelegd door Pandev en de paal zegt. Hartaanval, bijna hartaanval krijgen. Ja. Bijna in de keeper zou hem niet kunnen hebben. Maar toen waren ze los, ja. Hè? Ja. Ja. Bij de tweede paal Wijnaldum, hier is Memphis. Memphis heeft ze voor het uitzoeken nu, Wijnaldum. Memphis, en daar is dan de volgende voor Wijnaldum. Dat is een mooie 3-0. Toen gingen ze iets beter spelen van dit gaan we niet zomaar verliezen. Dus toen gingen ze meteen in de aanval en toen scoren ze al heel Toen snel. Dachten ze wel van we moeten iets beter spelen. Ja, precies. Ja. Ze hebben het gewoon heel goed gedaan en ik ben blij dat ze door zijn. Als ze iets minder foutjes maakten en iets meer de kansen pakten, dat ze dan echt een grote kans hebben tegen in de achtste finale. Yeah! Tips en tops. Zullen we beginnen met de tips? Ja. Soms dan zaten er echt hele grote gaten en dan konden ze eigenlijk daar gewoon doorheen schieten. Ze hadden eigenlijk gewoon een kans om daar doorheen te schieten. Nee, dat deden ze dan niet. Als ze dat sneller deden, dan zouden ze meer kansen hebben gecreëerd. De tops! Strakke paas te geven. Dat vond ik wel goed. Goeie paas. Ja, goede paas, strakke paas. The man of the match! Donjel Malen. Hey! Wordt het dan bij de volgende wedstrijd? Malen of Weghorst? Wie van de twee zetten we naast Memphis Depay? Donjel Malen. Ja. Malen, ja. Omdat ze zo goed samenwerken naar voren, samen, dan is het gewoon heel leuk om te zien en ook heel goed hoe ze dat dan doen. De voorspelling van de volgende wedstrijd. We gaan naar Boedapest voor de 8e finale en we weten nog niet wie de tegenstander is. Ik denk eerlijk gezegd dat ze tegen Portugal moeten. Wat denk je als je dat hoort? 3-2. Voor Portugal. 3-2 voor Nederland. Ik denk 3-3. En dan moet er eentje door. Ja, dat weet ik dus nog niet, want ik ken niet de keeper van Portugal. Dit was hem weer voor vandaag. Heel erg bedankt, Klas, fans. Applaus voor jezelf. Tot snel!